Hallo allemaal, ik ben Carla en ik neem jullie mee voor het vertalen van Homerus Ilias, boek 24, regel 572 tot 586. Dit is een hele lange zin, de punt staat echt hier pas. Nou, dan moeten we hem wel gaan splitsen. Nou, Peleides is een nominativus. Ik zal meteen ook de kleurtjes meenemen. Oikoyo is een Homerische genitivus. Leon is een nominativus. Alto is een PV. Hier begint namelijk een Homerische vergelijking. Dat zie je aan die Leon Hoos. Tugatse, daar staat een komma. Daarna komt ook Hoyos, maar ook heeft geen relativum. Ook is geen relativum, ook is geen voegwoord. Er staat ook geen wijkwoord in. Dus ik denk dat deze Hoyos er gewoon nog even bij moet. En bij deze hama moet je wel splitsen. En deze ojos is een nominativus. Het is een hoofdzin. Het komt door deze ge, kun je te zeggen, tenminste althans. Deze, dat je hier kunt zeggen van hier splits ik en hier staat ook een pv. En als er een pv staat, moet je splitsen. Hamatoi is een dativus. Door dat hama-gedoe. Telepontes is een nominativus. Heros, Automedon en de Alchimos zijn allemaal nominatieve namen. En er is geen enkele reden om te zeggen dat die een nieuwe zin zijn. Dus dit is gewoon een uitleg wie die Telepontes dan zijn. Hoes is een relativum. Daar moet ik splitsen. Hoes is een activus. Malista is een bijwoord, bijzin. Dan, er staat geen komma, dus er is aan je moment, de zin loopt door. Die is een PV, eigenlijk met argumenten bij. De argument is weggelaten, metri causa. Achilles is een nominativus. Heteron is een genitivus. Metapatrokton, gutanonta, is een activus door de meta. Hoi is weer een relativum, dus een nieuwe zin. Kan ook, want ik heb al een werkwoord. Hoi is een nominativus. Tot is eigenlijk gewoon tote, maar de e is weggevallen omdat het volgende woord met een klinker begint. En de t is een theta geworden omdat het volgende woord met een h begint. Hypo dugofin is eigenlijk een beetje dubbelop, maar is dus een dativus. Dubbelop bedoel ik, die fin geeft is eigenlijk hetzelfde als de hypo. Luon is eigenlijk Eluon en is een PV. En Hippus men Hermionuste is een activus. Dan S de. Er staat gewoon een voegwoordje S, dus er is een nieuwe zin. Maar er is hier wel te mesis. S hoort bij de Ago, de Agagon. Eigenlijk Ergagon, metrikausa is de eta weggevallen. Maar zijn te mesis, die horen bij elkaar. Keruka Kaletora is een activus. En Toyo Gerontos is een genitivus. En Kad is ook weer een tmesis bij IJsan. En Epidifu is een genitivus door de Epi. Nou, wat moet het dan allemaal worden? Peleides betekent de zoon van Peleus. De leeuw hebben we. Dan komt er dus nou weer een Homerische vergelijking, alleen al door het woord leeuw denk ik van oké, het wordt een Homerische vergelijking. En hoios betekent alleen. Alto, hij sprong op. En dan hebben we nog een aantal andere woordjes. Hoos is als. Turatze is naar buiten. Uit de tent. En we hebben nog een niet. Krijg je dus de zoon van Peleus, sprong op als een leeuw, uit de tent naar buiten. Het wordt hier geen echt grote Homerische vergelijking, merk ik. Het is maar een kleintje, dus gewoon een vergelijking. Niet alleen, dan krijg je de twee dienaren, de duo Therapontes. Twee dienaren. En dat zijn dan de held
Automedon, gekke dat die dienaren dan de helden zijn. En Alkinoos geeft wel de status aan van Alkimos, de status aan van Achilles. Heponto is zij volgden, Achmet is hier weggelaten, Metricausa. En Hamatoi is tegelijk met hem. En Ge is althans. Tegelijk met hem, althans, volgden twee dienaren. Namelijk, zou ik hem zeggen, de held Automedon en Alkimos. Van die wordt iets gezegd, namelijk whose is die? En denk ik aan dat het een relatieve is, dus dan krijg je die bijzinvorm. Achilles is onderwerp. Die is eigenlijk Etië, hij eerde. En dan krijg je metapatelkon tanonta, na Patroclus gestorven zijnde. En Melista is het meest van de makkers. En Ra is ook weer, althans. Dat wordt dan. Er volgde dus de held Automedon en Alkimos, die Achilles, eerst het relatievum, dan het onderwerp, het meest van de makkers. Eerde, althans, na de gestorven Patroclus, kun je misschien mooi vertalen met na de dood van Patroclus. Dat mag. Hoi is een relatieve, maar ik zit me af te vragen of je het hier als een hoofdzin kunt doen. Of het hier... Ja, maar als het een relatieve is, dan hoort dit ook allemaal hoofdzin te zijn. Het is tenslotte een relatieve. Hoi is die. Relatieve dus. Luon betekent zij maakten los. Weer het augment weglaten. Dat maakten ze los, de paarden en de muildieren. Hypozygofin onder het juk vandaan. En toen. Kijk, Priamus was met een wagen daar gekomen en een menner en geschenken. En die staat daar nog buiten. Dus de helden die... Toen de paarden en de muildieren onder het juk vandaan losmaakten. En de. Eis ago betekent naar binnen brengen, dus zij brachten naar binnen. Wie brachten ze naar binnen? De heraut. Heraut met 1 A. De omroeper. De roeper. Van de oude man. Nou, dat is eigenlijk dubbelop, hè? En heraut en roeper is natuurlijk hetzelfde. Dus, en die moet je nog steeds erbij denken. De heraut. Omdat er een... Kijk, je moet nog steeds een relatieve van maken, zie ik nu. Want de is een nebeschikkend voegwoordje. Dit is een relatieve bijzin, dus dat betekent dat dit ook een relatieve bijzin wordt. En dit, die laatste zin ook. Dus er blijven allemaal relatieve bijzinnen. En die de heraut, de omroeper van de oude man, naar binnen brachten. En ze deden nog iets. En... Ze deden nog iets. Ze kat epi livrou heizan. Ze liet het plaatsnemen.
natuurlijk op een stoel. En die kun je ook weer herhalen om te zorgen dat het weer een bijzin wordt. Hem, die staat er niet, maar moet je hier aanvullen, want je kunt hier geen zin hebben zonder leidend voorwerp in het Nederlands. En die hem lieten plaatsnemen. Op een stoel. Waarom deden ze dat? Nou, om het volgende. Eerst even nog dit. Er uxestu dap apenes, daar staat geen komma, dus hij loopt door de zin. En dit is dus ook gewoon één zin. Ja. Dus uxestu ap apenes is een genitivus. Erion is een pv. Hectories kefales is een genitivus en de apereisi apoina is een activus. Nou, Erion, zij tilden op. Wat tilden ze op? De onmetelijke losprijs van het hoofd van Hector. Niet alleen het hoofd natuurlijk, ze wil het hele lichaam hebben hoor. En dan uxestu ap apenes is van de goed gepolijste wagen. Homerus houdt ervan om elk zelfstandig naamwoord bijna een mooi bijvoegnaamwoord te geven. En zij tilden, die N is niet nodig, er staat een punt. Zij tilden de onmetelijke losprijs van het hoofd van Hector. Af van de goed gepolijste wagen. En ze nemen nog iets. Kad Elipon is een werendmesis. Dus dat betekent dat dit geen voorzetsel is, maar dat die aan het werkwoord vastgeplakt moet worden. Duovare un euneton te gitona is helemaal een activus. En dan komt er een bijzin. Ofra is altijd een voegwoord van de bijzin. Nekun is een activus. Pukassas is een genitivus. Doje is een pv. En oikonde virestai zijn kleurloze dingen. Kadelipon is ze lieten achter. Wat liet ze achter? Twee lijkmantels. En een goed gesponnen onderhemd. Dus zij lieten twee lijkmantels en een goed gesponnen onderhemd achter. Ofra, opdat. Pika zelfs bedekt hebbende. Doje, hij geeft. Optativus finalis, door de opdat. En we hebben nog een eventivus te brengen. En we hebben nog het lijk. En naar huis. Oikonde, naar huis. Dat is eigenlijk weer zo'n achtervoegseltje. Oikon en dan een deurtje erachter. Die deur betekent naar. Het is eigenlijk zo'n achtervoegseltje. Je kunt het beschouwen als een voorzetsel dat erachter staat. Dus opdat hij het lijk bedekte. Opdat hij het lijk gaf om naar huis te brengen. Nadat hij het bedekt had. En dan, waarom doet hij dat nou alles? Nou, het komt erop neer dat hij dat lijk vreselijk mishandeld heeft. Hij heeft er allerlei nare dingen mee gedaan, hij heeft ermee rondgesleept, hij heeft het achter de wagen aangebonden, heeft het tientallen keren rond de burcht gesleept. Het gaat al dagenlang door. Het is dat de goden
er ambrozijn op het lijk gedruppeld hebben, anders was het al in stukken gescheurd. Hij heeft het zo erg mishandeld. En dat wil hij natuurlijk niet. En hij wil natuurlijk niet dat de vader dat ziet. Dmoas is een activus. Ekalezaas is een nominativus participium. Lusai is die infinitivus. Kelet is eigenlijk keleto, een pv. Amfi en alipsai. Alipsai is een infinitivus. De volgende zin, nosfin aeirazaas, daar is geen voegwoord, dus ik neem hem er gewoon bij. En aeirazaas is een participium, nominativus. Hoos is wel een voegwoord van de bijzin. En priamos is een nominativus. Idoi is een pv. Huion is een activus. En dan nog een keer me. Me is hier een voegwoord van de... Er is niet alleen maar de me van niet van de imperativus, maar het kan soms ook een voegwoord zijn. En dan moet er altijd wel een optativus of een conjunctivus bij staan. En hier staat dus weer die conjunctivus. Ho is een nominativus. Ach, nu mijn nee. Nee, tradiei is een dativus. Gollon, activus. Hier staat geen komma, dus de zin loopt door. Paida is een activus. Idon is een genitivus. Dan staat er de nieuwe zin. Maar dezelfde soort zin als daarvoor, want de verbindt twee gelijkwaardigen. Dus dit is nog steeds zo'n optatieve zinnetje. Achillei is dativus. Orinteie is een pv. En Philon Eitor is een nominativus. Dan weer een kai, nog steeds nevenschikkend, dus nog steeds een bijzin. He is een Homerische auton. Dus he is hetzelfde als auton. Kataktijneie, optatieus. Dan weer een de, dus weer een nieuwe zin. En dios is een genitivus. Alitetai is een pv. En evetmas is een activus. Nou, dit zijn allemaal bijzinnen, omdat er allemaal nevenschikkende voegwoorden staan. En nevenschikkende zijn dus steeds dezelfde. De eerste was een bijzin, dus de andere zijn ook een bijzin. Hou er rekening mee bij het vertalen. Dat je die laatste allemaal in de woordvolgorde van een bijzin doet. Ekalezaas betekent naar buiten geroepen hebbende. Ekalezaas is trouwens een actieve, sorry. Zo. Ekelet, hij beval. Nou, wat beval hier? Er staat natuurlijk altijd een inventivus bij. Te alipsai, te wassen. En te lusai is te wassen en te zalven. Insmeren met een zalf. Dat is die alipsai. Aan wie beval je dat? De slavinnen. En de slavinnen weggedragen hebbende. Die moeten blijkbaar iets wegdragen. De is en. Amfi te betekent en rondom. En nosvin is ver weg. Dat wordt nadat hij de slavinnen naar buiten had geroepen, beval hij hen, die hen staat er natuurlijk niet, maar die moet je wel aanvullen, het lijk te wassen en rondom te zalven nadat zij het ver weg hadden gedragen. Nou, waarom doet hij dat dan? Opdat niet, hoos mij, opdat niet, Priamos, Huion Idoi, hij zag. En Huion is zijn zoon. Dat wordt dan opdat
Priamos niet zijn zoon zag, maar zou zien klinkt hier ook wel mooi. Zou zien. En dan de me, opdat niet. Dus hos me is opdat niet en me alleen is ook opdat niet. Ho, hij, idon, gezien hebbende. Eguzaito, hij hield tegen. Woede, de golem, woede. En Paida, de zoon. Denk eraan dat de zoon lijnvoorwerp is bij Idon, want daar staat hij bij in de buurt. En we hebben nog een bedroefde hart. We hebben dus opdat hij niet in zijn bedroefde hart zijn woede opdat hij niet zijn woede zou tegenhouden, want mij betekent opdat niet, maar ook is nog een niet, die was ik nog vergeten. En twee, een dubbele ontkenning is een sterke bevestiging. Dus dan krijgt hij op dat hij in zijn woede, in zijn hart, in zijn bedoefde hart, zijn woede zeker zou tegenhouden. Opdat hij zijn woede niet zou tegenhouden wanneer hij zijn zoon zag. Dat hij niet in zijn bedroefde hart zijn woede zou tegenhouden wanneer hij zijn zoon zag. Nee, het is toch die dubbele niet, ja. Soms die nieten die in het Grieks zijn vervelend. Soms moet je hem namelijk wel meerekenen en soms niet. Dus opdat hij niet in zijn bedroefde hart niet. En ik ga er nou niks mee doen, want soms moet je gewoon een sterke bevestiging doen, maar dat klinkt hier ook niet. Daarom zit ik zo te prutsen. Een sterke bevestiging klopt hier ook niet. Dus krijg je op dat hij niet in zijn bedroefde hart zijn woede niet zou tegenhouden wanneer hij zijn zoon zag. En dan de Achillei, die zin. Achillei is Achilles. En nog een en daar hoort ook bij, ook dat niet. We hebben nog een geliefde hart bij Achilles. En het werd boos gemaakt. Dat wordt dan samen. En ook dat niet. Bij Achilles zijn hart boos gemaakt werd of zou worden. En dan dat stukje kai he kataktijne. Dat betekent dus en kataktijne, hij doodde hem. En daar hoort nog steeds die op dan niet bij. En hij hem zou doden. Steeds een vervolg van die zinnen. En dan krijg je daarna en ook weer die opdat erbij.
Hij bezondigt tegen. Hij bezondigt zich tegen. En daar hoort een axiom bij. En dat zijn dan de bevelen van Zeus. En nog steeds die bijzin. En hij zou zich zou en hij zich zou bezondigen tegen de bevelen van Zeus. Dat was dit stukje. Ik hoop dat het duidelijk is. Ik hoop dat het ook duidelijk is dat je bij die nieten, dubbele nieten in het Grieks, zijn lastig. Soms tellen ze namelijk wel mee en soms tellen ze niet mee. Dus daar moet je echt even goed over kijken van wat hou je erin en wat hou je eruit. Nou, dit was het. Ik hoop dat het duidelijk geworden is hoe je die lange zinnen vooral moet splitsen. Want het zijn toch twee lange stukken geweest. En ik zie jullie graag terug de volgende keer.